Vanaf nu worden op alle provinciale wegen in Brabant auto's en vrachtauto's na een ongeluk zo snel als mogelijk van de weg gehaald. De nieuwe werkwijze is even simpel als doeltreffend. Het belangrijkste is dat het veel sneller gaat, omdat in het verleden politie vaak eerst de plekken moest gaan kijken of andere instanties die gebeld werden. En dan werd pas een bergingsbedrijf bijvoorbeeld ingeschakeld. En nu gebeurt dat meteen. In Zuidoost-Brabant was een proef zo succesvol dat het systeem nu in heel Brabant wordt ingevoerd. Die ervaring is tot nog toe op zich goed en dat je echt tijdswinst boekt en met name ook door de snellere afstemming tussen de onderlinge diensten. Nou, dat heeft echt een kwartier tijdwinst opgeleverd per ongeval, zeg maar, dat de weg sneller vrij was. Weet u hoe de automobilisten erover denken? Ik denk dat die er uiteindelijk alleen maar voordeel van hebben en uiteindelijk de economie ook. Ze gaan hier de auto's na een ongeluk vanaf 1 april sneller wegslepen. Goed idee? Lijkt me wel. Nou, omdat er dan in ieder geval het probleem op de weg opgelost wordt. Dat lijkt me wel, want hoe minder oponthoud voor de rest, hoe beter. Als het tenminste de toedracht vaststaat. Hè? Zeker weten. Voor de veiligheid van de anderen. En wie dacht, hey, dat gebeurt toch al een tijdje, heeft een beetje gelijk. Nou, het Rijk is ermee begonnen. Bij Rijkswaterstaat op de grote snelwegen wordt het al langer toegepast. Maar bij ons op de provinciale wegen is het inmiddels ook wel zo druk dat wij er ook groot belang bij hebben om onze weg zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Dat wij dus in Zuidoosten mee zijn begonnen. En ja, gezien de goede resultaten daar het ook over de rest van Brabant uitbreiden. Dat lijkt me een prima idee. Zijn er minder oponthoud, lijkt me. Ja. Overigens heb ik hier nog niet vaak een ongeluk meegemaakt, maar...